Een wietkwekerij bij de buren, een drugslab in een woonwijk of een industrieterrein waar onderhand meer loesje zaakjes zitten dan gewone. Met zogenaamde bite-teams probeert de gemeente Eindhoven dat soort ondermijning te bestrijden. Deze week werden er opnieuw verschillende panden gecontroleerd. Studio 040 mocht mee op pad. Voor hun veiligheid worden alle medewerkers van het team onherkenbaar in beeld gebracht. In zo'n bite-team werken onder meer gemeente, politie, brandweer, het OM en de Belastingdienst samen. Ze leggen al hun info naast elkaar. We kunnen stuiten op hennepkwekerij. We kunnen stuiten op synthetische drugs. We kunnen stuiten op bewoning waar dat niet hoort. Maar de brandweer kan stuiten op onveilige situaties. Het is echt heel divers. Op deze morgen vindt het bite-team een bedrijfspand waar ook mensen wonen. Dat is niet alleen in strijd met het bestemmingsplan, het is ook gewoon heel gevaarlijk. Als er een incident zou zijn, een brand of wat dan ook, dan rukken wij uit. En dan gaan we er naartoe met een bepaalde verwachting. En als je dan 's nachts naar een garagebedrijf gaat en er zitten in één keer 5-6 mensen die daar slapen, dat is een verrassing die we niet willen hebben. En daarom houden we daar ook toezicht op. We hebben in het verleden al een keer een hennepkwekerij aangetroffen en een drugslab. We reageren eigenlijk gewoon op signalen vanuit de wijk, vanuit pandeigenaren. En we laten zien dat we er bovenop zitten. Dat we dus gewoon ook controles uitvoeren hier. Want dat is deel 2 van het idee achter deze bite-controles. Een heel team zichtbaar in de wijk. Er wordt aan voorlichting gedaan voor buurtpreventie. En handhaving loopt de rondes om te zien of al die politieaandacht anderen misschien wat zenuwachtig maakt. Terwijl het voor de onschuldige buren juist een opluchting kan zijn. En vooral voor de mensen die al gemeld hebben bijvoorbeeld. Hè, dat men ook ziet van nou, wij doen wel echt iets met meldingen. Dat willen we ook wel uitstralen. Wij pakken zaken op. Dus als je het meldt is het sowieso niet voor niets. En dat is ook de reden dat we hier zo preventief aanwezig zijn. Om het drempel naar het melden eigenlijk nog lager te maken. Het feit dat burgers zelf melding maken van verdachte situaties is heel belangrijk voor de gemeente om dit soort criminaliteit aan te kunnen pakken. Dus als je een rare geur waarneemt, dat is voor wiet echt wel een belangrijk. Maar ook als je bijvoorbeeld rare storingen hebt in je energienetwerk. Dus dat je in één keer het licht zachter ziet branden of wat dan ook. Dat zijn allemaal wel indicaties dat er mogelijk iets met wiet gerelateerd is. Bijvoorbeeld als pandeigenaar worden bevraagd voor bijvoorbeeld kunnen we een gedeelte van jou huren. Of dat er luche figuren aan de deur komen. Ja, meld het vooral. Laat vooral je onderbuikgevoel spreken. Als je echt denkt van nou, je kijkt niet voor niks om. Dat je denkt, hè, wat gebeurt daar nou? En dan meld het dan. Volgens burgemeester Jorritsma hebben politie en gemeente te weinig middelen om de criminaliteit in Eindhoven het hoofd te kunnen bieden. Door samen te werken in bite-teams moet het budget dat er is zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Volgens de gemeente met succes. Bij deze actiedag werden in totaal 8 panden gecontroleerd, waarvan er 1 werd gesloten. Er zijn 36 veiligheidsovertredingen geconstateerd. En controles van de Belastingdienst leverden op dat 18 voertuigen in beslag werden genomen en 31.000 euro werd geïnd.